We from XGN have watched Nintendo Direct, and we are gonna show all the information that have come to the internet, especially to you. Let's go! Inderdaad, Kelvin die doet een beetje lacherig. Maar goed, we hebben hier massaal gekeken naar Nintendo Direct. En Nintendo heeft volgens mij het idee gehad dat de E3 al begonnen is. Want het was aankondiging na aankondiging na aankondiging. En we hebben eigenlijk nog nooit zo'n uitvoerige Direct gehad. En daarom lijkt het ons een mooi moment om even een paar hoogtepunten uit te lichten. Te beginnen bij de 3DS. Nieuwe 3DS. Ja, de nieuwe 3DS inderdaad. Laten we eerlijk zijn, we hebben de Nintendo 3DS gehad. We hebben de 3DS XL gehad, de 2DS. En nu komt Nintendo met de nieuw 3DS en nieuw 3DS XL. Ja, zo nieuw is die niet, maar op zich wel. Het scherm is groter, we krijgen kortere laadtijden. Het 3D-effect wordt verbeterd. En 1,2, dat zei ik al, groter. Ja, inderdaad. En daarnaast is natuurlijk het pookje, want dat is toch wel de grootste vernieuwing. Dat je dus dadelijk misschien wel shooters kan gaan spelen op de nieuwe 3DS. En er zijn al een aantal games getoond, zoals onder andere Monster Hunter deel 4, waar dus die stick inderdaad uitvoerig gebruikt wordt. En ik vind het wel een leuke toevoeging, want op de Vita bijvoorbeeld werkt dat super. En ik miste dat heel erg op de 3DS. Je had wel dat aanzetstuk, maar dat was allemaal een beetje armoedig. Dan zat je met plastic te kloten. Ik vind het fijn dat het er nu gewoon op zit. En natuurlijk, hij kan betere grafische beelden produceren. Ja. Vergeet je gewoon even te zeggen hier. Nou, ik was nog niet uitgepraat. Maar goed, dankjewel voor deze aanvulling. Ja. Het enige minpunt is misschien toch wel dat er geen oplaadstation bij zit. Maar goed, weet je, als je nog geen 3DS hebt, 2DS of wat dan ook, dan is dit wel de versie om meteen in huis te halen. Andere hoogtepunten. Vanaf vandaag is het ook mogelijk om Wii games te gaan spelen op je Wii U. Dat kon natuurlijk al, want er zat een soort van emulator ingebouwd van de Wii. Maar nu kun je het echt gaan opstarten vanuit het Wii U menu zelf. En de games die zijn dadelijk te downloaden vanuit de e-shop. Super Mario Galaxy 2 komt eraan. Donkey Kong. Metroid Prime Trilogy komt eraan. En allemaal met 50% korting in de week dat ze verschijnen. Dus dan haal je voor een tientje gewoon een hele vette game binnen die jij misschien nog niet hebt gespeeld. Naast gevoel voor nostalgie wil je als gamer natuurlijk ook nieuwe dingen spelen. En gelukkig komt Nintendo met heel veel nieuwe games naar de Wii U en 3DS. Wat krijgen we te zien? Bijvoorbeeld Xenoblade Chronicles X naar de Wii U. We krijgen een hele toffe puzzelgame voor de 3DS met nieuw Super Mario Bros. 2 voor de prijs van 1. We hebben nieuwe informatie gezien over Splatoon. Nieuwe informatie over Mario Party. Wat nog meer? Ja, de nieuwe Fire Emblem natuurlijk. Laten we die niet vergeten. Die zag er ontzettend vet uit. Daarnaast komt er een nieuwe shooter uit voor de nieuwe Nintendo 3DS. Dat is Iron Fall Invasion. Een nieuwe Ace Combat voor de liefhebbertjes van vliegtuiggames. Nou, het is toch een beetje een zoethoudertje tot Star Fox straks gaat verschijnen. Heb ik nog wat gemist? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hebben wij überhaupt nog iets gemist? Ik persoonlijk wel. Ik had graag wat nieuwe beelden willen zien van Yoshi Woolly's World. En misschien... Ja, het klinkt misschien heel gek. Toch nog wel een hele andere aankondiging dan Remix. Ja, ik had een nieuwe Metroid gehoopt. Niet gebeurd. Ik had beelden van Star Fox verwacht. Niet gebeurd. Ik had nieuwe beelden van Zelda verwacht. Niet gebeurd. Ja, dat had ik ook verwacht inderdaad, Zelda beelden. Maar aan de andere kant, ik vind dit wel leuk. Want we hadden het niet verwacht. En de E3 komt er straks nog aan. Dus we weten dat die klappers daar te zien zullen zijn. En misschien wel speelbaar zijn. En als Nintendo zo doorgaat, gewoon met zulke zieke aankondigingen aan het begin van het jaar. En dat doen we de hele jaar door. Nou, dan zitten we met Nintendo wel goed. Ik hoop het, ik vind het vet.